Van der Meij, je bent van de Telegraaf Mediagroep en jij doet de veilingverkoop van advertenties. Wat is dat precies? Wij zijn begonnen met het feit dat we alle niet verkochte ruimte verkochten via derden. Inmiddels hebben we dat allemaal geautomatiseerd. Dus wij verkopen de niet verkochte ruimte niet meer in bulk, maar echt per impressie. En we zitten zoals nu zitten we in de fase dat wij eigenlijk alle techniek gebruiken om gewoon de sales veel efficiënter te maken. Dus het gaat niet meer om hetgene wat we niet verkopen. Het gaat alleen nog maar om hoe kunnen we zaken efficiënter verkopen. Ja, en ik hoorde van Jan-Kees Emmer dat dat echt gewoon waanzinnig loopt. Ja. Dat dat echt gewoon substantiële inkomsten betekent voor de Telegraaf online. Ja, het begon eigenlijk inderdaad als een bijna zolderkamer CQ-kelderprojectje. En inmiddels kunnen we wel zeggen dat het fors is. En, 10, 20, 30% van de online verkoop? Meer. De helft? Als je echt over puur gaat kijken naar het display, gaat het echt om echt substantiële aandelen. En als je gaat kijken naar de werkwijze die Telegraaf hanteert, is het zelfs zo dat die internationaal flink wat mensen heeft wakker gemaakt. Ik bedoel, praten wij met andere uitgeverijen die heel graag van ons willen weten hoe we dit allemaal gedaan hebben. Oké, maar is het dan gewoon AdWords voor de Telegraaf? AdWords voor impressies van de Telegraaf? Of nee, is het anders? Totaal anders. AdWords is eigenlijk heel erg het systeem van, je hebt als adverteerder, heb je één systeempje en dan kan je advertentie inboeken en dan kan je dat voor search doen. Ja. Dat was ook de reden waarom search zo groot is geworden, want je kon namelijk eigenlijk in één keer een stukje van het internet zien als een massamedium. Ja. En dat zijn we nu eigenlijk aan het doen voor display. Ja, dus het is niet anders, het is hetzelfde. Alleen dit is op impressiebasis, niet op klikbasis. Maar het is per opbod of het is gewoon per... Kan allebei. Je hebt, vroeger is het al deze... wat ik zeg, het gaat eigenlijk om sales efficiëntie. Dus het is heel erg ontwikkeld in de longtail van deze markt. Dus ja, heerlijk, zonder verkopers. Ja, maar voornamelijk bijvoorbeeld bij de ad-netwerken en dat soort partijen. Ja. En nu zie je eigenlijk echt dat we opschuiven richting gewoon de normale sales. Ons directe team verkoopt al heel veel op deze manier. En het gaat nu zelfs ook al, de mediabureaus worden nu wakker. Die zeggen ook van, ja, maar goh, waarom zou ik inderdaad een campagne inkopen en gewoon 1 miljoen impressies krijgen, terwijl ik eigenlijk gewoon wil kiezen welke 1 miljoen impressies ik krijg. Oké, dus enerzijds is het geautomatiseerd, anderzijds is het veel meer targeted op bepaalde onderwerpen, dat je zeg maar kunt inschieten. Je op verkeer kunt inschieten. Ja, maar niet alleen op onderwerpen. Je kan daadwerkelijk gaan inschieten op personen. Zeg maar wat je vroeger deed met retargeting was eigenlijk dat je gewoon een bulk impressies kreeg en daar moest je het mee doen. Ja. En nu kan je gewoon per impressie kunnen wij zeggen van oké, goed, wat is deze persoon jou waard? Dus je kan ook per impressie kun je ook je bot aanpassen. Ja, dus aanpassen. Je kunt ook op basis van keywords en allerlei dingen kun je advertentie inkopen? Niet zozeer keywords, want dat is heel erg search. Het gaat veel meer om wat weet je van een gebruiker? Wat weten wij van een gebruiker? En wat weet de adverteerder van een gebruiker? En hoe kunnen wij dat matchen? Oh, dus advertenties worden ook verschillende prijzen vanwege wie er naar kijkt? Ja. Oh, want dat is inderdaad bij Google niet zo. Daar is het meer over het onderwerp waar je mee bezig bent. Maar jullie hebben ook echt gewoon waardevolle kijkers en minder waardevolle kijkers. Ja, in principe is het zo dat als op het moment dat iemand... Het meest makkelijke voorbeeld wat ik hier al 2 jaar gebruik is, stel je voor, je komt bij ons op de Telegraaf en we weten dat jij geïnteresseerd bent in gadgets, wat aannemelijk is. Ja. Maar we weten ook dat je toevallig in Horen woont. Dan kan het daadwerkelijk zijn dat Samsung de strijd aangaat met de Intersport in Horen, omdat die namelijk in één keer een lokaal getarget advertentie voor je heeft. En zijn de adverteerders daar slim genoeg voor om zo in te kopen? Die zijn natuurlijk in AdWords wel behoorlijk opgevoed om daarover na te Niet denken. Niet alle adverteerders zijn er slim genoeg voor. Dat is ook de reden waarom wij zelf de adverteerders aan de hand nemen en eigenlijk een soort van intern ad-netwerk hebben, CQ, een intern trade desk, en dat is AdOrdins. En dat is inmiddels al een dik jaar live. Oké. Okay. Hey, je hebt er een presentatie voor gemaakt, die staat op SlideShare. Hoe vind je die? Kwestie van zoeken. Mijn gebruikersnaam daar is Martin van der Meij en er staan er een aantal en dat legt wel ongeveer uit wat er aan de hand is momenteel in de wereld. Oké, dankjewel.